Welkom op aflevering 129 van de Business Day Podcast. Als dit de eerste keer is dat je luistert, dan wens ik u van harte welkom. En als het niet de eerste keer is dat je luistert, wens ik u ook van harte welkom. Uh, zoals gewoonlijk ga ik gedurende het komend half uurtje ja, een aantal dingen delen waarvan ik weet dat ze voor mij werken of dat ze voor mij niet werken. En dat de kans misschien bestaat of dat de kans ja, eventueel reëel is, dat het voor u hetzelfde zal zijn. Hallo en welkom bij de Business Diet Podcast. Ik ben Vincent van der Putten en ik deel elke week tips, tricks en tools met je om ervoor te zorgen dat jij de beste versie van jezelf kan worden. Ja, het is zo de helft van het jaar en we zitten dan ja, in de zomer. Hè. Dus uh, Misschien zijn ze al op verlof vertrokken, misschien zijn we al geweest, misschien zijn ze onderweg naar je vakantiebestemming of misschien gaan er niet op vakantie deze zomer, whatever. Uh, het punt is dat we zo in de helft van het jaar zitten en dat een helft van het jaar zo een beetje de moment is uh, om even, ja, zoals dat de Nederlanders dat ze mooi kunnen zeggen, een pas op de plek te maken. Of een pas op de plaats. Doe even stilstaan bij waar staan ik. Wat heb ik al gerealiseerd het voorbij, de voorbije zes maanden. En wat, wat kan ik of wat zal ik de komende zes maanden nog gaan doen om ervoor te zorgen dat dit jaar... Ja, toch wel een buitengewoon jaar is, op welke vlakken ook. Dat hoeft niet altijd over, over geld te gaan of over materiële dingen, maar gewoon een aantal ja, doelen die je je gesteld hebt, allicht, hopelijk, in ja, eind van het jaar of begin van dit jaar, uh, om, om er dan voor te zorgen dat je... Ja, unie laat gaan en dat je zoiets hebt van, oké, okay, ik kan ervoor. Nu, er zijn natuurlijk verschillende mogelijkheden. Misschien de jij van, ja, maar wacht, ik ben, ik weet niet, goed bezig en uh, het loopt allemaal als een trein en, en prima. Ja, dan gaan die tips en misschien een beetje helpen om die een trein ook ja, op tempo te houden, om het momentum erin te houden, zal ik maar zeggen. Misschien de jij van, ja, mm, ik ben eigenlijk niet ongerust, ik zie, ik zie de toekomst... Uh, ja, uh, met, met vertrouwen tegemoet, ook de komende zes maanden, en we komen er wel. Oké, okay, prima, dat kan ook. Uh, of misschien denk jij van, ja, goh de, wat tegenslag gaat, en het loopt allemaal niet gelijk dat ik het wil. En dan moet ze zo'n soort, uh, ja, de mentale knop zo even omdraaien. En vandaar dus deze podcast, om u daar even bij te helpen, of u daar wat tips mee te geven. De eerste tip dat ik u zou willen meegeven is... Uh, dat klinkt een beetje raar, ik wil trouwens even meegeven. Ik ben niet gesponsord door het merk dat ik nu ga noemen, maar ik wil toch even vernoemen, want het is iets dat ik eigenlijk uh, toch wel regelmatig in toog hou. Dat is, hou de brita gevuld. Wat is een brita? Een brita is zo'n zo waterfilterkruik dat wij hebben en dat heel veel mensen gebruiken. Wij gebruiken dat om ons koffieapparaat te vullen. We hebben een koffieapparaat waar de bonen in gemalen worden en waar het water in een apart bakje moet bijgevuld worden. En we komen met zo'n bakje water zo'n ja, dag wel door. die koffiebonen komen ongeveer een week door, dus dat is allemaal prima. Uh, en dus er staat naast ons koffieapparaat staat er zo'n brita die, uh, waarvan wij het gefilterde water gebruiken om dat bakje water van het koffiemachine te vullen. Enfin, met een ingewikkelde uitleg, maar je kunt er je wel iets bij voorstellen. Wat gebeurt er nu? Zo'n brita Er daar zit dus een filter in, ja, anders heeft het natuurlijk niet veel zin. En dat, dat heeft eigenlijk twee compartimenten. Je hebt het bovenste compartiment, uh, waar dat je dus water in, ja, van de kraan bijvoorbeeld invult. Ja, fijn, niet bijvoorbeeld, liefst water van de kraan, want dan is het een beetje dubbel op. Dus water van de kraan doe er van bovenin. En dat druppelt dan heel geleidelijk aan door die filter. En dan heb je de, in, in de onderkant van de brittakruik, dat is een gescheiden deel, heb je dan het gefilterd water. Het uh, zou veel beter zijn om tal van redenen. Ik weet het allemaal niet. Uh, ik, ben, ik heb me er ook nog niet echt in verdiept. Maar we hebben zoiets van we gebruiken. Dat, dat is goed. Er zit ook minder kalk in, denk ik. Ik hoop dat ik nu geen domme dingen zeg. Maar in elk geval, wij vullen ons koffieapparaat met dat water dat gefilterd is. Wat kan er nu gebeuren? En ik maak er wel eens mee, morgens, want ik ben degene die vaak het eerste beneden in de keuken is. Ik maak me euh, ja, uh, uh, een thee, een zelfgemaakt, zelf samengestelde thee, moet ik zeggen. Ik laat die wat trekken en dan doe ik die in de thermos en die loop ik, daar loop ik een hele dag verder mee rond. Maar dat is allemaal niet belangrijk, ik doe dat doet allemaal niet de zaak. Het ging over die brita kraak, ja, wat doe ik dan ook? Ik maak dan ochtends ook een tasje koffie. Kunnen we een goede of een slechte gewoonte vinden, dat had ik in het midden. Maar het, het, ik vind dat leuk, want je, die smaak en die geur van koffie, dat, dat doet wel iets met mij smorgens. En dat hoort ook een beetje bij mijn routine. Maar wat gebeurt er nu dikwijls? Dat is dat de, dat waterbakje van dat koffieapparaat, dat, dat leeg is. En dan zegt dat toestel dan ook. Want dat toestel filtert tegen, stefjes. Er is een soort routine dat dat doorloopt. En dan zegt dat, oei, water bijvullen. En als je water moet bijvullen, dan gebruiken wij dus die kruik. Maar wat er ook gebeurt, en dat gebeurt toch wel redelijk regelmatig, dat is dat die Brita-kruik leeg is. En dat ik dus niet uh, ja, mijn bakken en mijn koffiemachine kan bijvullen. Wat moet ik dan doen? Ja, uiteraard, dat bovenste stuk van die inbrita vullen met water van de kraan. Maar het probleem is... alleen probleem, mag nu uh, pr een probleem maar het is eigenlijk geen probleem. Maar het ding is, ik zal het dan zo zeggen, dat is dat de water een tijd nodig heeft om door die filter te lopen. Dat duurt, ja, een aantal minuten. Uh, en dus ja, dat, dat verstoort zo'n klein beetje de, de, de situatie. Ik vind dat niet efficiënt. En dus, waarom vertel ik dat nu? Omdat eigenlijk, als je die brita als die dus dat water gefilterd heeft, en dat water zit van onder erin, ik zal zeggen, dat is bijvoorbeeld een liter water, en je kapt dat dan in dat bakje van je koffiemachine, dan is je brita terug leeg. En wat ik u uitnodig om te doen, misschien zelfs voordat je je koffie neemt dan, bij wijze van spreken, dat is dat je eerst die brita terug onder de waterkraan zet, en dat je dat bovenste stuk terugvult, zodat die brita altijd gevuld is. En dat is een beetje symbolisch, om eigenlijk te zeggen. Zorg ervoor dat je altijd een gevulde pipeline hebt. Zorg ervoor dat je nooit moet wachten op iets, want dat, dat breekt het momentum. En dat is ook niet zo efficiënt. Dan kun je dat vertalen naar een, naar een, naar een situatie. Stelt dat gebouw. Zegt: ja, ik, ik, uh, ik bel een uh, bepaalde lijst, bel ik van mensen om afspraken mee te maken. Ja, als je dan een afspraak hebt gemaakt en je lijst is afgewerkt, dan heb jij die afspraak gemaakt en dan nodig ik je uit om een nieuwe lijst samen te stellen. Of een ander voorbeeld is. Als je bijvoorbeeld een, een, uh, een, een verkoopgesprek hebt gehad, en dat is tot een goed uh, gevolg gekomen. Je hebt, er, je hebt er een bestelbon uitgehaald, dat is dat je die een dag niet eindigt voordat je eerst nog een nieuwe afspraak hebt geboekt. Dus ja, ik denk dat je nu zelf moet invullen, wat is het vullen van uw Brita-kruik? Maar uw brita Kraak vullen betekent eigenlijk, als je iets hebt opgebruikt, een lijst met leads of een verkoop gerealiseerd en daardoor uw afsprakenagenda of uw, uw kalender niet meer hebt gevuld enzovoort, zorgt er constant voor dat uw agenda gevuld blijft, Zorg ervoor dat je pakketje met offertes dat dat dik genoeg is, zodat je altijd offertes hebt om op te volgen. Zorg ervoor dat je altijd voldoende leads hebt. Zorg er met andere woorden voor dat je Brita-kruik altijd gevuld is. Ook als je de laatste druppel eruit hebt gehaald, speciaal op die moment... Eerst voordat je iets volgende doet, die terugvullen. Je gaat terugvullen. Dat geeft u het gevoel dat je eigenlijk altijd wat reserve hebt. En dat geeft een goed gevoel. Uh, ja, dat geeft u ook energie, positieve energie, om, uh, om verder te gaan. Dus dat was mijn eerste tip van de tien tips die ik u wilde meegeven. Een tweede tip: ja, je zou het van mij niet anders verwachten, dat is uh, ja, positieve gesprekken, positieve energie. En je kunt we wel zeggen, ja, we, ja, positief denken, maar als het moeilijk gaat, dan is dat allemaal niet zo evident. Dat is zo. Ik heb dat zelf ook meegemaakt. Ik heb, uh, voor de mensen, als jij al vaker naar de Business Day podcast hebt geluisterd, dan weet je dat, ik heb niet altijd uh, roze geur en maandenschijn meegemaakt. Ik heb ook uh, heel moeilijke tijden meegemaakt. Maar toch is positief denken, positief praten, ook tegen uzelf en misschien niet ook, maar vooral tegen uzelf, uzelfgesprek, je zelfgesprek. zorg dat je altijd in die positieve flow blijft, met je woorden, met je aandacht. Met uw energie. En dat betekent dus letterlijk tegen uzelf positieve dingen zeggen. Dat betekent ook letterlijk als er iets gebeurt, God op zoek naar het positieve. Als er iets, iets kapot is, iets valt, God op zoek naar het positieve. Ik zal, ik zal een, heel, ja, een heel raar voorbeeld geven. Wij doen voor ons bedrijf, uh, hebben wij ons ingeschreven op een uh, grote openbare aanbesteding en voor Swift Skills. En daar moesten wij een, uh, een uitreksel uit het strafregister van hebben. Uh, omdat we anders niet mochten meedingen in die openbare aanbesteding. En dus nu, dat is iets dat je bij de overheid, een bepaalde overheidsdienst moet aanvragen enzovoort. En die, dat, dat was nogal dringend, want de, de tijd die we nog maar hadden om in te schrijven op die openbare aanbesteding, die was heel kritisch. Wat gebeurt er nu? Wij, doen de nodige, alleen, wij, wij vullen de nodige documenten in uh, online, we sturen dat door naar die dienst uh, van de overheid, waar dat je dan een strafregister kunt, of dat uitreiksel kunt bekomen. En wij kregen drie dagen voor dat we dat strafregister uitreksel nodig hebben, kregen wij een melding dat dat verkeerd was ingevuld, dat er ergens een, een, een getal of een nummer iets niet zou kloppen, enzovoort. En nu. Die dame die ons daar had gemeld, die deed dat via mail. Maar ja, normaal duurt zo'n uitreksel aanvragen. Twee weken, hè? dat duurt ongeveer twee weken voordat je dat krijgt, tussen uw aanvraag en dingen. Maar wij, wij, het was woensdag, en vrijdag moesten wij die uh, aanbesteding, of wilden wij, moesten wij, ja, was de deadline uh, van de target date van die, uh, die aanbesteding. En dus, je kunt dan op die moment op twee manieren reageren. Je kunt denken, oh, potverdorie, zeg. die reageren nu pas dat er iets niet klopt. Dus als wij vandaag nog dat corrigeren, dan gaat dat twee weken duren... En dan gaan we waarschijnlijk uh, dat niet op tijd krijgen. Maar wat, 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 wat is nu eigenlijk de andere manier om naar te kijken? Van, oei, wel, dat is misschien een gelegenheid om een mail te sturen naar die dame in kwestie. Dat is misschien ook een gelegenheid om die dame in kwestie te bellen en even uit te leggen dat het dringend is, enzovoort. Dus eigenlijk een opportuniteit zien in dat potentiële obstakel of in dat potentiële slecht nieuws. We hebben dat dan ook gedaan. We hebben die dame die Jolande noemde, of noemt, ze noemt het nu al aan de. hebben wij uh, gebeld, uh, gemaild en gebeld en uitgelegd waarom dat, dat zo dringend was, enzovoort. En die heeft ons binnen het uur een uittreksel uh, van uh, het strafregister doorgemaild. En ik denk dus dat, dat het feit dat wij een foutje hadden ingediend in dat document, of allee, we weten nog altijd niet goed hoe, hoe dat het kan, maar goed, dat is nu iets anders, dat doet er nu eigenlijk ook niet toe. Het feit dat dat gebeurd is. Dat is eigenlijk heel goed, want als dat niet gebeurd was, dan hadden wij misschien dat uitreksel pas maandag of dinsdag gekregen en dat zou dus te laat geweest zijn, terwijl dat we nu doordat dat zich voordeed, wij contact hebben kunnen opnemen en die dame zo welwillend was om ons dan direct uit de nood te helpen. Dus je ziet in elk nadeel zit ook iets positiefs, maar het begint eigenlijk bij uw mindset en uw reactie. Want als uw reactie, als mijn reactie op die moment was, pootverdorie, zeg, alleen hoe is dat nu mogelijk? En nu gaan we die inschrijvingsdatum missen, enzovoort. Dat is negatieve energie. En ik weet uit de ervaring, dan kom je in een soort straatje terecht waar dat de dingen niet gaan meevallen. De dingen gaan dan alleen tegenvallen. Het is alleen door u niet druk te maken, u, door u door niet boos te worden op degene dat het document heeft ingevuld, door, door op een positieve manier er naar kijken en ja, er echt van overtuigd te zijn dat er zal gebeuren wat er moet gebeuren, in dit geval dat we het op tijd gingen krijgen, dat heeft echt te maken met die keuze die je maakt in positieve energie, positief gesprek, positief zelfgesprek, positief gesprek tegenover die persoon, enzovoort. Wilt dat u zeggen... Als iemand een fout maakt, dat je die op zijn schouder moet kloppen en zeggen: Oh, dankjewel dat je een fout hebt gemaakt. Nee, dat zie ik niet. Maar het heeft echt alles te maken met die keuze, die beslissing die jij kunt maken om er op een positieve manier naar te blijven kijken. En vooral, dus wat ik zei, naar uzelf op een positieve manier te blijven spreken. Dat was mijn tweede tip. Uh, ook ruzies, hè. vermijd ruzies, vermijd roddels. Dat is allemaal negatieve energie. En om de een of andere manier. Trek dat je energiefrequentie naar beneden en je hebt een hoge energiefrequentie nodig om succes aan te trekken. Ik weet dat dat misschien wollig klinkt, maar ik ben er absoluut heilig van overtuigd dat dat zo is. Hoge energiefrequentie trekt de positieve dingen aan, lage energiefrequentie trekt de negatieve dingen aan. En dat kun je zelf sturen. Probeer het, hou het vol mee te proberen en je zult zien dat het effectief werkt. Goed, derde ding is, uh, of derde tip, focus u op je einddoel. Uh, dat is ook zo met op reis gaan. Hè. Ik bedoel, ik heb het al dikwijls gezegd in de business-tijd-podcast, op reis gaan op zich, dat ja, heel dat verhaal, voordat je op je bestemming bent, ja, dat, dus het, het, het nog laatste voordat je je valiezen gaat pakken, nog, nog al die extra dingen doen die je moet doen voordat je op verlof vertrekt, dan blijkt trouwens ook dat je veel meer kunt verzetten op een uur dan dat je dacht, maar goed, uh, al dat wil ik nog doen. Nog die laatste uh, mails uitsturen, nog die laatste boekingen doen. Weet ik veel wat allemaal. Dan uw, uw koffers pakken, uw valise pakken. Uh, zie dat je alles wel bij hebt, je checklist overlopen enzovoort. Dan die auto steken, naar de luchthaven rijden. Dus dat is in het geval dat je met de vlieger gaat, hè, natuurlijk. Maar dus dat allemaal doen. U parkeerplaats. Alleen eerst de file trotseren. Uh, als je boven Antwerpen woont, de, de grote fillet van de Ring van Antwerpen, of waar dat ook woont. Je zult waarschijnlijk wel ergens fillet tegenkomen. Allee, dat is niet negatief denken, dat is gewoon de realiteit, denk ik. Maar ook daar. Al die obstakels die je tegenkomt, die kun je veel makkelijker overwinnen, ook mentaal makkelijker overwinnen, als je je focust op je einddoel. Als je je focust op, ja, maar wacht even, maar binnen zes uur zitten we op het strand een lekker drankje te drinken, of een lekker uh, glasje witte wijn, of uh, een, een, een lekker limonade, als je geen wijn drinkt of geen alcohol drinkt. Het mocht allemaal al niet uit. Dus wat ik bedoel is, blijf je focussen op je einddoel en het plezier dat je gaat ervaren als je je mentaal verplaatst naar dat einddoel en dan gaan die obstakels onderweg, Eigenlijk veel gemakkelijker te overwinnen zijn. Dan is dat eigenlijk allemaal ja, bijna bijkomstig. Dan hoort dat er gewoon bij, maar dat is er eigenlijk allemaal niet erg. En dat geeft u dan misschien ook wel ja, extra energie in het overwinnen van die obstakels terwijl dat je naar je einddoel onderweg bent. En dus ik zou u willen vragen om dat ook te doen met uw, ja, uw einddoel dat je voor ogen hebt, met uw, uw business, met uw project, met uw, ja, uw financiële doelstellingen, uw zakelijke doelstellingen, welke doelstellingen dat je ook allemaal hebt. Verplaats u. Mentaal naar bijvoorbeeld het einde van het jaar, waar dat je dat doel hebt op ja, laten uitkomen. Hè? Maar dat is geen dat je het begin van dit jaar waarschijnlijk gedaan hebt. Dan dus zeg je, ja, eind dit jaar willen we eindigen met zoveel dit en zoveel dat in getallen, in heel meetbare dingen. Ik hoop het oprecht dat je het zo gedaan hebt. En dan nodig ik u nu uit, halverwege het jaar, om eens even te toetsen waar staan En om u in plaats van u te druk te maken in. Ja, de obstakels die je nog gaat moeten overwinnen, want die zullen erbij zijn, altijd. Vanzelf gaat het niet, maar als het vanzelf gaat, zou iedereen het doen. En dan zou er ook geen verdiensten aan zijn als jij het doet. Dus, focus je op dat einddoel. En beeld je echt in. Verplaats je mentaal naar dat einddoel, dat een succesvol einddoel is. Verplaats u naar die plek waar je, je echt... Ja, dat je echt beleeft dat je er bent. Ja, ik weet niet, dat je een boekhouder u komt feliciteren, dat je een bankier je komt feliciteren, dat je een partner u komt feliciteren, dat u een team je komt feliciteren, ik weet het al niet wat maar focust u echt op dat einddoel. Hoe, erger, hoe nou, erger, nee, hoe sterker dat je dat in je, in je geest, voor de geest kunt halen, uh, als je visueel bent, heel visueel, als je auditief bent, door, door te ervaren, door te voelen, door te beleven, uh, als je, uh, uh, sorry, auditief heeft natuurlijk te maken met luisteren, als je kinetisch bent, heeft dat dan te maken met voelen, er, ervaren, beleven, als je auditief bent, dan hoort je mensen u feliciteren. Dus hoe dat je het ook wilt doen voor jezelf, verplaats je mentaal naar die succesvolle toekomst die jij zult beleven op het einde van het dit jaar. En dan zullen al die obstakels veel makkelijker zijn. Het vierde element is uh, ja, een dashboard. Um, ik hoorde vorige keer iemand mij vertellen en die zei van ja, het is verrassend hoe weinig mensen die zakelijk bezig zijn echt vinger aan de pols houden en dus weten waar ze staan die eigenlijk een beetje wachten tot het einde van het jaar, tot hun, hun boekhouwer, hè, dat hoorde er dan, hun boekhouwer gaat dan vertellen of dat ze goed of slecht bezig zijn. Ik wil u nu meegeven, dat is uh, het ergst wat je kunt doen, want die boekhouwer gaat u alleen vertellen wat dat er gebeurd is, en dan is het te laat om nog bij te sturen. Ik zeg dit ook met respect naar accountants, maar een accountant heeft een bepaalde ja, uh, selectieve kijk op cijfers, die je kijkt naar een aantal criteria, maar er zijn veel meer dingen die belangrijk zijn om uw doelstellingen te bereiken dan alleen die... Die bepaalde criteria waar dat uw accountant misschien naar kijkt. Dus ik nodig u uit om echt continu op de hoogte te zijn van waar staaten. Meten is weten. In uw auto ook daar. Om op uw bestemming te komen, is het belangrijk om te weten hoeveel benzine er nog in de brandstoftank zit. Of hoeveel, uh, hoeveel, hoeveel volt, of hoeveel dat ook is, dat er nog in de batterij zit. Of hoeveel diesel dat er nog in uw tank zit. Het is ook belangrijk om te weten hoe rap dat gaat reizen. Want als je te rap rijdt en ga je gaat een boete krijgen, dan dat we gode, dan gode gestopt worden door de politie. Als je te traag rijdt, dan gaat dat niet op tijd op uw bestemming komen. Dus dat dashboard, dat is cruciaal om naar uw bestemming, op uw bestemming te geraken. Wat is nu uw dashboard voor u? Dat is dus niet alleen hetgeen dat u aan account u op het einde van het jaar gaat vertellen, maar dat is eigenlijk constant nadenken. Wat zijn de dingen waar ik resultaten moet inboeken? En dan vragen de mensen naar mij, ja, wat is nu een gemakkelijke manier om dat te bedenken? Ja, dat, ik heb daar een truc voor. En een truc is eigenlijk om u in te beelden, het is een leuke droom, hè? het is een, een droom waarin je u inbeeldt dat iemand anders, iemand anders die heel goed is in wat hij of zij doet, dat die persoon u gaat vervangen gedurende een jaar. Die persoon vervangt je gedurende een jaar en jij ze een jaar weg. Niet weg van de wereld, maar wel, je bent aan het amuseren en je hebt ervoor gekozen om een jaar een sabbatical te doen. Maar je weet ook, binnen een jaar kom je terug en je beeld je in dat je een meeting hebt met die persoon die je een gedurende een jaar heeft vervangen en die heeft fantastisch werk geleverd, die heeft fantastische resultaten geboekt. Gij gaat met die persoon samen zitten binnen een jaar, je zit aan de tafel en je zegt tegen die persoon, vertel eens. En dan is het punt... Wat heeft die persoon allemaal gerealiseerd? Welke resultaten dus heeft die persoon geboekt? In welke verschillende domeinen, in welke verschillende gebieden heeft hij allemaal resultaten geboekt die u echt blij maken en trots op uw keuze van die persoon, trots op die persoon zelf, die verdient niet één schouderklopje, maar die verdient er twintig. Welke resultaten heeft die persoon geboekt en in welke domeinen? Die domeinen die je dan, denkbeeldig, uh, voor de geest houd. Die nodig ik u uit om op te schrijven. Dat kan bijvoorbeeld zijn verkoop, dat kan bijvoorbeeld zijn klantentevredenheid, dat kan bijvoorbeeld zijn teamspirit, dat kan van alles en nog wat zijn. Maar die domeinen, die die persoon, waar die persoon u echt ja, blows you away van de resultaten die die daarin heeft geboekt, schrijf die op. En schrijf tegelijkertijd ook op welke resultaten zijn er denkbeeldig gerealiseerd door die een denkbeeldige persoon, die nu denkbeeldig gaat vervangen, letterlijk echt getallen opschrijven dat die persoon heeft gerealiseerd, waar dat jij zo blij van wordt. Dat, datgene dat je dan hebt opgeschreven, die domeinen en die getallen die je daar hebt ingevuld, dat is uw dashboard. Dat, is uw, dat zijn uw doelstellingen. Dat zijn uw key result areas met uw key performance indicators. Op een heel eenvoudige manier verteld, eigenlijk datgene wat je constant in het oog moet houden. Net zoals dat je dat doet als je met een auto naar het zuiden van Frankrijk vertelt, vertrekt en dat je kijkt naar de verschillende dingen die je op je dashboard ziet. Die key result areas met die key performance indicators, dat zijn de dingen waar je constant de vinger aan de pols moet houden. Vijfde tip uh, om ervoor te zorgen dat je voor die laatste zes maanden van het jaar, van dit jaar, dan, dat je nog uh, ja, extra goed je best kunt doen, extra goed resultaat kunt boeken, dat is bewuster voor kiezen om uit je comfortzone te stappen. Maak er een gewoonte van om in uw discomfortzone te stappen. Om op die grens van uw comfortzone te stappen en liefst nog een stapje naar buiten. Want uw potentieel om zelf te groeien, dat ligt buiten die comfortzone. Uw potentieel om beter te doen dan uw concurrent, dat ligt buiten uw comfortzone. Dat betekent dus ja, heel concreet, dat is een gewoonte ervan maken om op de rand of net buiten uw comfortzone te gaan stappen. Dat wilt u dus zeggen? Dingen doen waar je je oncomfortabel bij voelt. Dingen doen waar je misschien een beetje schrik voor hebt. Dus heel concreet, in die komende zes maanden, als jij schrik hebt om te bellen met een klant en dat je denkt van ik doe dat liever via mail of met een prospect om een afspraak te maken, doe dan juist het tegenovergestelde. Belt dan. Doe het dan niet via mail, maar neem dan die een telefoon. Als jij zenuwachtig wordt van het geven van presentaties, dan nodig ik je uit om. Zeven presentaties per week in te plannen. Als jij er niet naar uitkijkt om met uh, iemand in je team een, zelf, een, een sturend gesprek te hebben, waarbij dat je die misschien op een aantal ja, tekortkomingen of verbeterpunten gaat wijzen. Als je er niet naar uitkijkt, dan nodig ik u uit om dat eerste werk morgen in uw agenda te zetten. Dus maak er een gewoonte van om die dingen te doen die je oncomfortabel doen voelen, en je zult merken, hoe vaker dat je dat doet, hoe vaker dat je op die buitenkant van die comfortzone balanceert, hoe vaker dat je er buiten gaat stappen, hoe makkelijker dat, dat wordt, en hoe meer dat je gaat groeien. En dat is een ongelooflijk versnellend effect dat je daarmee kunt realiseren. Trouwens, ik wou je nog even meegeven, ik heb het al langs gelezen. Als je iets 100 uur per jaar doet, dan kun je daar zeer, zeer goed in worden. Dan kun je daar uitmuntend in worden. Bijvoorbeeld, als je op 100 uur ja, een muziekinstrument uh, bespeelt per jaar, dan kun je daar heel goed in worden. Als je 100 uur een bepaalde sport beoefent, dan kun je daar zeer goed in worden. En wel als je nu 100 uur vertaalt naar aantal minuten per dag, dat is ongeveer 17 minuten per dag. Dus ik nodig u uit, voor die zes maanden dat je nog hebt, dan kun je 50 uur realiseren. Als je elke dag 17 minuten buiten je comfortzone zit, dan ga je ongelooflijk cool worden in datgene wat er buiten die comfortzone zit, maar je gaat er bovenop ook nog ongelooflijk cool worden in buiten uw comfortzone stappen. Dus denk eraan, 100 uur per jaar, dat zijn 17 minuten per dag. Dat is twee keer 8,5 minuten. Mensen, wat is dat? Hoe lang zit je op Facebook? Hoe lang zit je op Instagram? Hoe lang zit je op TikTok? Waarschijnlijk meer dan dat. Dus denk eraan, 17 minuten per dag buiten uw comfortzone. dan maakt u gewoon een kei in datgene wat je daar gaat doen. Uh, ja, zesde tip is uh, ja, een zelfgesprek. Uh, ik nodig u uit, ik heb er straks al gezegd, positieve taal, maar dat zelfgesprek, om dat zeer positief, maar ook zeer concreet te maken, en om dat, heel, uh, om dat ook te zeggen in de tegenwoordige tijd. Ik nodig u uit om elke ochtend tegen uzelf echt te zeggen, ik ben, en dan vult gij voor uzelf in wat dat je al zijt, denkende aan het einde van het jaar. Bijvoorbeeld, in mijn geval, is dat ik doe een grotere omzet dan datgene wat we, wat we hebben gebudgeteerd voor die afdeling, en dan noem ik het getal. Ik kan het getal nu niet noemen, dat is niet relevant voor u. Maar dus, praat in positieve termen, dus laat alle negaties eruit, Dat woordje niet in geen, en geen enzovoort, hoort er niet in thuis, dan doe ik het zelf. Maar dus, laat dat eruit. Spreek in positieve, concrete taal, dus heel meetbaar, heel tastbaar, heel concreet, Heel specifiek en spreek in de tegenwoordige tijd. Doe dat gewoon elke ochtend. Ik bereik mijn doel of ik overschrijd mijn doel van mijn omzetbegroting van zoveel op het einde van het jaar. Ik krijg schouderklopjes van het managementteam uh, omdat ik mijn doel heb overschreden. Enzovoort. Dus concreet, positieve taal, concreet, specifiek, meetbaar. En in de tegenwoordige tijd. Doe dat elke dag. Dat duurt een paar seconden. Doe dat elke dag. Doe dat in de loop van een dag. Blijf dat doen. Blijf dat zeggen. Um, en je kunt eigenlijk... Ja, daardoor ga je ook meer vertrouwen krijgen in dat doel. Daardoor ga je ook oefenen om dat positief zelfgesprek te voeren. En je zult ook merken dat je veel meer zelfvertrouwen krijgt in het bereiken van dat doel. Daardoor. Gewoon om je dat zelf te vertellen. En ik nodig je nog uit om dat, dat nog eens hardop te doen ook. Uh, luid op te zeggen... En uh, ja, dat, dat in het universum te gooien. En je zult zien dat het universum, als je die andere tips ook toepast, dat het universum je echt gaat helpen om die doelen te gaan bereiken en te overschrijden. Ja, zevende tip die ik wil meegeven, is uh, ja, iets wat ik al jaren doe. Dat is, uh, ik noemde het vroeger een goed nieuwslijst, maar ik heb er nu een blijlijst van gemaakt. Alleen, nu ik ben ik er al een tijd mee bezig om een blijlijst te maken. Dus ik heb een lijst in mijn gsm. En dat is elke week, uh, elke zaterdag maak ik een lijst. En dan zet ik erop, blijlijst, en dan zet ik een datum. En dan begin ik gewoon met blij met en dan noem ik iets en dan schrijf ik iets wat ik heb meegemaakt. Blij met ik schrijf iets ja, blij met een bestelling van iemand, blij met complimentje gekregen van die persoon, blij met parkeerplaats gevonden, blij met die persoon onderlijn gekregen, een afspraak mee kunnen boeken. Uh, blij met het document van het strafregister het uit Utrechtel toch op tijd gekregen. En soms zeg ik ook blij met of heel blij met maar ik begin met blij met, en dan kom ik heel blij met. En dan heb ik natuurlijk ook nog wat gradaties. Soms zet ik het in het, in het vet, of soms vet met hoofdletters. Soms vet, hoofdletters, onderlijnd, enzovoort. Dus je kunt er wat gradaties in geven. Maar ja, nodig je uit om dat te doen. Omdat je daardoor ook focust op ja, de dingen die je letterlijk en figuurlijk blij maken. Maar dat, zijn ook, dat is ook de, de fuel, de brandstof, om die motor die je nu ziet, om die brandende te houden, om die draaiende te houden. Dus, zevende tip is... Een blij lijst, wat ik vroeger een goed nieuws lijst uh, noemde. Achtste tip, we zijn er bijna. Achtste tip is... Uh, ja, weet je, voorbereiding is goed. Een plan maken is goed. Hè. Ik bedoel, bij business-tijd, er zijn een aantal templates die je kunt downloaden. Ik heb een aantal uh, podcasts gemaakt over businessplan in Trouwens, Ik denk, onze meest gedownloade uh, podcast is uh, een businessplan in acht stappen. Um, dus voorbereiding is goed. En tegelijkertijd is er ook een tijd van actie. Er is een tijd van handelen versus een tijd van nadenken. Dus met andere woorden, een beetje voorbereiding, ja, akkoord. Uh, en let tegelijkertijd op dat je niet vastloopt in te, te veel details bij die voorbereiding. Te veel, te lang bezig te zijn met die voorbereiding. En dan voordat je het weet eigenlijk met andere dingen bezig zijn die niet meer relevant zijn. En ineens, ja, dan denk ik van, ja, ik zal dan misschien ook mijn schuiven beginnen opruimen en misschien mijn klassement anders gaan beginnen doen. Er is een tijd om te handelen versus Blijven nadenken. Ik denk dat Napoleon is die dat gezegd heeft. Dus ik nodig u uit om voor uzelf gewoon nu misschien te zeggen nu moet ik gewoon handelen. Nu moet ik gewoon een telefoon pakken en nu ga ik gewoon die mensen bellen. Ja, het is goed dat je een lijst hebt. Ja, het is goed dat je nagedacht hebt dat je gaat zeggen. Maar dat script, dat moet niet perfect uitgeschreven zijn. Begin er gewoon aan. Gewoon doen. Actie. Go for it. Action. Dat was mijn echte tip. Uh, ik wil er straks misschien nog iets bij zeggen. Dat is dat ik heb het al vaker gezegd: hè. Um, faalangst heeft uh, heel bijzonder creatieve manieren om zichzelf te verpakken. En perfectie of perfectionisme willen nastreven, dat is vaak een, uh, ja, een, een creatieve vorm van faalangst uh, om, om ervoor te zorgen dat je toch maar niet begint en dat je dus ook niet kunt falen. Hey, want uh, als je echt wacht op dat alle lichten op groen staan om, voordat je vertrekt, ja, dan kun je, je nooit vertrekken. En dat is ook zo met perfectionisme. Als je alles tot in de kleinste details, in de perfectie, wilt gaan voorbereiden, ja, denk er eens over na. Knodig je uit om eens na te denken. Is dat misschien dat klein duiveltje van faalangst dat je eigenlijk bezig wilt houden om ervoor te zorgen dat je dus niet kunt beginnen en dat je dus ook niet kunt falen? Dat is even misschien een doordenkertje. Ja. Negende type, continuïteit. Ja, ik heb het al heel dikwijls gezegd. Zorg dat je continu dingen doet. Elke dag een beetje is veel beter dan één keer om de twee weken veel. Uh, ik gebruik dat voor mezelf bijvoorbeeld uh, met mijn nagels veilen. Vroeger deed ik dat zo, hè, ja, één keer per week. Hè, nagels knippen en een klein beetje trimmen. En zo. En nu elke dag even feilen. Ik ben daar geen minuut mee bezig en mijn nagels zijn altijd op de goede lengte. Uh, uh, misschien denk je van ja, uh, me, me, ja, ik weet niet wat dat allemaal kan zijn. Ik gebruik het voorbeeld van uh, uh, benen waxen of benen scheren of, of uh, waar het ook is. Ik heb al opmerkingen gekregen dat dat een seksistisch voorbeeld is. Niet dat ik me er veel van aantrek, want ik heb respect voor uh, vrouwen en voor mannen ook trouwens. Of enfin, ik heb respect voor de medemens in het algemeen. Maar ik wil dus wel meegeven, je kunt veel beter elke dag één uh, prospect bellen in plaats van uh, ja, één keer per maand er twintig proberen bellen. Dus elke dag een klein beetje doen, is veel beter dan één keer per week heel veel doen. Of één keer per maand heel veel doen. Dat bedoel ik met continuïteit. Dat geeft ook een beetje discipline. En dat zorgt er ook voor dat je een dag veel chiller verloopt. Want als je dat gewoon elke dag doet... Als je bijvoorbeeld zegt, ik wil elke dag drie mensen gebeld hebben... Ja, dan bel er elke dag drie. En als je er dan eens een keertje vier hebt gebeld en heb een beetje reserve voor morgen is... Maar gewoon zorg dat je die dagelijkse gewoonte erin houdt... Uh, om ervoor te zorgen dat je ja, je doelen op die manier veel consistenter kunt bereiken, en dat voelt ook minder zwaar. Je gaat ook minder uitvluchten hebben. En als er dan trouwens iets misloopt, hè, die een ene dag in de maand waar je dan gepland had om al je prospecten te gaan bellen of te gaan schrijven, ja, dan, 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 dan is de maand verloren. En nu, als er een dag iets misloopt, ja, dan is er een dag verloren. Dat zijn dan maar drie mensen die je niet gebeld hebt. Dat kun je morgen ook gemakkelijk terug inhalen. Maar dertig of veertig die je gepland hebt op die laatste vrijdag van de maand, dat kun je niet meer inlopen. Dus continuïteit, elke dag je nagels veilen, bij wijze van spreken. En dan, ja, uh, het laatste ding is dat ik u uitnodig om uh, na te denken over wat heb je de laatste zes maanden gedaan waar dat je trots op bent? Welke obstakels heb je overwonnen waarvan dat je denkt, ah wel, dat had ik eigenlijk van mezelf niet gedacht dat ik dat ging kunnen. En dat is een beetje, ja, dat is letterlijk, denk ik, een, een blad nemen en een lijst schrijven, opschrijven, kleine dingen en grote dingen, waarvan hij zegt van potverdorie, de oude ik zou dat misschien niet gekund hebben. De oude ik zou misschien niet doorzettingsvermogen hebben gehad om dat te doen. Of de oude ik zou misschien niet creatief genoeg geweest zijn om dat probleem op te lossen. Maar de nieuwe ik, die een ik van de laatste zes maanden, die heeft dat wel gekund. Het is belangrijk om ook stil te staan bij de dingen die je, waar dat je beter in geworden. De vooruitgang die je hebt geboekt. Het is ook belangrijk om stil te staan bij datgene waar je echt trots mag op zijn. En dat wil niet zeggen dat je dat met heel de wereld moet gaan delen. Daar gaat het niet over. Maar deel het wel met jezelf. Want jij zit een belangrijkste persoon in uw leven. Dus sta ook eens stil bij die dingen waar dat je blij moet om zijn, waar dat je trots moet om zijn, waar dat je ja, echt fier mogelijk op zijn dat je ze gedaan hebt. En ik nodig je ook uit om er een gewoonte van te maken, om misschien naast je een blijlijst ook een trotslijst te maken. Die zit trouwens, meestal ook in uw blijlijst. Maar dat zijn, dat zijn verschillende elementen die je daar moet gaan uit, uh, ja, uit gaan uh, filteren, zal ik maar zeggen. Dus ik nodig u uit om. ...in die constructieve ontevredenheid... ...waar dat je waarschijnlijk ziet, hopelijk zit... ...niet destructieve ontevredenheid... ...maar constructieve ontevredenheid... wil zeggen, dus ik ben wel blij met wat ik heb... ...maar ik zou nog blijer zijn als ik een klein beetje meer had... ...dat is prima... ...maar om ook stil te staan bij die verwezenlijkingen... ...die jij hebt gerealiseerd... ...waar dat je potverdorie echt trots mocht op zijn. Dat zijn de tien tips dat ik heb wilde meegeven. Uh, en wat ik u vooral wil meegeven is... Uh, ...ja, iets wat ik heb geleerd van Tony Robbins... You're not stuck with who you are. Je kunt nog altijd de dingen veranderen. Je kunt nog altijd je gewoonten veranderen. Je kunt nog altijd ervoor zorgen dat je dat uur vroeger opstaat. Je kunt nog altijd ervoor zorgen dat je wel die gewoontes die ik nu net, of die tips die ik nu net met jou heb gedeeld, dat je die in de praktijk gaat kunnen toepassen. Dus, you're not stuck with who you are. Het jaar is nog niet voorbij. Je hebt nog zes maanden. Dat is al een tijd van de wereld. Om die dingen te gaan bereiken die ervoor gaan zorgen dat je op het eind van het jaar gaat terugkijken en zeggen, wat verdorie, ik ben blij dat ik naar die podcast heb geluisterd. Ik ben blij dat ik die tips heb beginnen toepassen. En ik ben blij dat ik de moed niet heb laten zakken. En dat ik gewoon ervoor gezorgd heb, midden van het jaar, dat ik er gewoon nog een extra pitch op ben beginnen geven. Dat wou ik je even meegeven. Misschien denk je van, God, die tien tips die wil ik wel eens even opnieuw uh, lezen. Dat kan, hè? want uh, ja, je weet dat er bij elke podcast van de Business Day hoort een, uh, een, een blogartikel. Waar kun je dat nu vinden? Ja, dus, uh, je kunt dat vinden op www.businessdiet.be slash 129. Ja, want dit was aflevering 129, dus de logica daarvan. Maar het is dus het getal 129. Dus www.businessdiet.be slash eh, schuine streep en dan 129. Het getal. En als je nu zegt van ja, ik vond het toch wel interessant. Uh, allee, ik hoop het even en dan zouden waarschijnlijk nu niet meer aan het luisteren zijn. Uh, of misschien denkt van ja, ik, 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 ik heb het tijdje niet meer geluisterd, maar nu wil ik echt toch wel terug blijven luisteren, whatever. Als je denkt, uh, ik wil volgende afleveringen niet missen, dan nodig ik u uit om je te abonneren op uh, de podcast. Dat kan via Spotify, maar dat kan ook via Apple Podcasts. En dat kan ook in beeld. Hè. Je weet het, op uh, YouTube ga je ook de Business Day-podcasts uh, terugvinden. En dan kun je ook uh, de grote of de vele gebaren zie, zien die ik gebruik als ik spreek. Want <laughs> ik merk dat zelf. Ik zie mezelf ook uh, op dat scherm. En dan uh, ik krijg ik die opmerking wel eens van oh, je maakt veel gebaren als je spreekt. Maar effectief, ja, ik maak veel gebaren als ik spreek. Maar uh, allez, ik hoop... Als je de gelegenheid hebt dat je ook eens gaat kijken en dat je daar misschien ook uh, iets kunt aan hebben. Bij deze aflevering wou ik het ook nog even meegeven dat we, uh, zoals altijd... Een, uh, ah nee, ik moest eerst nog iets vertellen over onze monthly. Dus uh, ja, het team heeft beslist om in een monthly te komen, een monthly uh, briefing de ja de business monthly en uh, die kunt je ook vinden op www.businessdiet.be. daar kunt je u registreren voor de monthly wat doen we dan in de monthly daar gaan we wat dieper in op een bepaald onderwerp dieper dan in de podcast en die krijg je uh, gratis toegestuurd dus uh, ja dat is uh, leuk om te doen voor jezelf. en uh, ja, die leest je dan of er gaat er dan door als je er uh, tijd en energie voor hebt of wellicht legt een neer. maar dan miste je in elk geval geen monthly briefings voor de rest wou ik je nog meegeven dat we ja, met het team... Uh, ja, ik heb destijds een aantal e-learnings gemaakt. Dat zijn vier e-learnings die we gebundeld hebben in een bundel. Dat zijn vier e-learnings die ja, eigenlijk ervoor kunnen zorgen. En nu, ik weeg mijn woorden, maar ik geloof echt wat ik zeg. Ik denk dat als je die vier bundels, of die vier e-learnings, die gebundeld zijn in die business-diet-bundel, als je die hebt doorlopen... Dat gaat een paar uur mee bezig zijn, want elke e-learning ja, wordt door mij gegeven. Uh, ik leg uit uh, per onderwerp wat je moet doen, hoe dat je het moet doen. Ik neem u eigenlijk bij wijze van spreken bij de hand. Dat gaat over delegeren, dat gaat over een businessplan maken, dat gaat over sales, dat gaat over obstakels overwinnen, stress beheersen. Dat zijn vier aparte e-learnings die we dus in één bundel hebben gegooid. En dus wat ik wilde zeggen is, ik weeg mijn woorden, ik geloof echt wat ik zeg. Ik denk, en ik zie dat ook aan de reacties van de mensen die, die de bundels hebben gekocht en hebben doorlopen... Ik denk echt oprecht als jij die een bundel met de juiste aandacht en met de juiste mindset doorloopt, dat jij vijf jaar van je zakelijk leven kunt winnen. Vijf jaar bepaalde fouten niet gaat maken, dat je die nu ineens gaat voorkomen dat je nu de juiste beslissingen gaat kunnen nemen, dat je de juiste tools gaat meekrijgen op het vlak van je businessplan maken, op het vlak van delegeren met mensen, op het vlak van dus je team uitbouwen, op het vlak van sales en op het vlak van stressbeheersing voor jezelf en voor anderen, omgaan met crisis situaties zit er ook in. En dus wat kost normaal die een bundel? Die kost normaal 249 euro en je ziet hier soms voorbij komen aan 199 euro in promo. Maar als jij uh, een code die ik u, Servus, uh, ga meegeven, invult bij de checkout van die een bundel. Dan kun jij die een bundel kopen, niet om 249, ook niet om 199, precies op de, op de markt hier, uh, maar om 99 euro. En wij moeten we ervoor doen: ga gewoon naar www.business.de, ga daar naar de shop, klik daar op de bundel, dan krijg je nog een extra uitleg wat dat er in die een bundel allemaal in zit. En ga dan naar de checkout en vult daar als promotiecode in. B.D. podcast van, dus B.D. van, business diet podcast van, allemaal in één woord. B.D. podcast van, en dan zie je die prijs van of 249 of 199, als het mijn promo is, zakken naar 99 euro. Ik kan u recht in de ogen kijken en echt met het hart op een hand benadrukken. Ik geloof, als je die een bundel doorloopt, dat je vijf jaar van je leven problemen, die je misschien zou tegenkomen als je die bundel niet hebt doorlopen, ga voorkomen, dat je vijf jaar van je leven kunt winnen en dat je ongelooflijk veel geld, die fouten nu gewoon kosten die je niet meer gaat maken door na die bundel doorlopen, dat je ongelooflijk veel geld, tijd, ergernis, problemen enzovoort kunt voorkomen. Ik wil even meegeven, voor ons is dat geen businessmodel. Ik heb, ik heb een zaak die uh, zeer goed draait enzovoort, dus daar doen we het niet voor. Maar die 99 euro. Ja, die hebben we gewoon nodig om, om, om ja, de podcast levendig te houden, enzovoort. Dus uh, die, dat is geen, uh, geen profitcenter voor ons, maar dat kan voor u een ongelooflijk profitcenter zijn. Uh, dus ik nodig u uit. Ga eens een kijkje nemen op www.businessdiet.be. Ga eens kijken in, die, uh, in de shop. Ga eens kijken naar die een bundel. En denk erom, met BD Podcast van, of BD Podcast van, moet ik zeggen, als kortingcode, kun je die krijgen voor 99 euro. En dan een paar uur van uw tijd investeren, en je vijf jaar van je leven uit. Ik wil u bedanken dat je geluisterd hebt. Ik wens u enorm veel succes voor de komende zes maanden. En als je nog op vakantie gaat, dan wens ik u een fantastische vakantie. Als je al geweest bent, dan wens ik u hele mooie herinneringen van de vakantie die je achter de rug hebt. En als je niet meer vakantie gaat, dan wens ik u een heel fijne zomer toe en een fantastisch einde van het jaar voor binnen zes maanden. Heel graag tot heel gauw. Indien je de aflevering leuk vond deel ze dan zeker op Instagram en tag me met @businessdart dat doet me echt heel veel plezier. Ik Wens je veel succes en heel graag tot volgende week.